Op 12 maart 2011, even na half tien in de avond, breekt brand uit op een afdeling van de psychiatrische instelling Rivierduinen in Oegstgeest. In het pand zijn 16 patiënten en twee personeelsleden aanwezig. De zorgverleners, die ook zijn opgeleid als bedrijfshulpverleners, proberen te vergeefs de brand te blussen. Binnen enkele minuten staat een vleugel van het pand vol rook. De personeelsleden moeten de evacuatie van patiënten staken. Twee patiënten komen ter plaatse door rookvergiftiging om het leven. Een derde patiënt, die was gered door de brandweer, overlijdt enkele dagen later in het ziekenhuis. Hoe heeft de brand zich zo snel kunnen ontwikkelen? Waardoor is de brand zo ernstig afgelopen? En hoe kan dit in de toekomst worden voorkomen? De nu volgende animatie laat zien hoe snel een brand zich kan ontwikkelen en hoe weinig tijd er is voor de bedrijfshulpverlening om patiënten te evacueren. De afdeling Intensieve Zorg Ouderen 4 bevindt zich in een gebouw van één verdieping op het terrein van de psychiatrische instelling Rivierduinen in Oegstgeest. Het bestaat uit twee gespiegelde vleugels met elk een eigen woonkamer. Waarin per vleugel acht patiënten verblijven. Naast de zestien patiënten zijn twee zorgverleners aanwezig. De patiënten binnen deze afdeling hebben gezien hun psychische of lichamelijke conditie bij een evacuatie hulp nodig om zichzelf in veiligheid te brengen. Op de avond van de brand bevinden twee patiënten zich samen met de twee zorgverleners in een van de woonkamers. De overige zes patiënten van de linkervleugel bevinden zich op hun kamer. Om 7 over half tien gaat het brandalarm af. De twee zorgverleners lopen naar het paneel van de brandmelder in het kantoortje tussen de twee vleugels om te kijken waar de brand is. Het paneel geeft links aan. Dit schept verwarring bij de zorgverleners omdat niet duidelijk is vanuit welke oriëntatie links moet worden gezien. De zorgverleners zoeken op verschillende plekken naar de brand. Hierbij nemen ze geen handbrandblusser mee. Inmiddels is ook een derde zorgverlener gearriveerd, die afkomstig is uit een naastgelegen gebouw. Deze zorgverlener was gewaarschuwd doordat zijn pieper was afgegaan. De drie zorgverleners openen dan de deur van Kamer 20 en treffen de patiënt aan. Naast hem is een beginnende brand die op dat moment nog goed te blussen lijkt. De patiënt op de kamer realiseert zich de situatie niet, wil op zijn kamer blijven en stribbelt tegen als de zorgverleners hem van de kamer willen halen. Een van de zorgverleners begeleidt hem naar de woonkamer. De andere twee zorgverleners proberen de brand te blussen met een slanghaspel uit een kast verderop in de gang. Intussen komt een vierde zorgverlener door de voordeur naar binnen. Een patiënt die door de constellatie de deur van zijn kamer opent, wordt door deze zorgverlener gevraagd op zijn kamer te blijven. Deze patiënt is later geëvacueerd en heeft de brand overleefd. De zorgverlener die de brandslang hanteert, gaat vanwege de combinatie van hitte en rook de kamer niet binnen en blust vanaf de gang. Uit de brandslang komt geen gebonden straal, maar alleen een sproeistraal. Het vuur wordt niet gedoofd en er ontstaat steeds meer rook. Vijf minuten na het eerste brandalarm heeft de rook zich door alle gangen van de linkervleugel verspreid. Ook dringt rook binnen in de woonkamer en enkele slaapkamers van patiënten. Op dat moment zijn nog vijf patiënten op hun kamer. De rook wordt zo hevig dat de twee zorgverleners bij de brandhaard besluiten hun bluspoging te staken. Ze gooien de brandslang neer en trekken zich terug. De deur van de kamer waar de brand is ontstaan blijft daarbij openstaan. De vier zorgverleners evacueren de drie patiënten die zich nog in de woonkamer bevinden. Om ongeveer 21 .44 uur 44 gaan ze allen naar buiten, de binnentuin in. De rook is zo hevig dat terug naar binnen gaan niet mogelijk is. De vijf patiënten die zich nog in de brandende vleugel bevinden, blijven achter. De patiënten uit de andere vleugel worden op 1 na naar de binnentuin gebracht en uiteindelijk via de woonkamer en verbindingsgang naar buiten gebracht. De brandweer arriveert ongeveer 10 minuten na de brandmelding. De aanwezige bedrijfshulpverleners zijn niet in staat de brandweer nauwkeurige informatie te verschaffen over wie er nog binnen is en waar. Om 21.50 uur wordt de patiënt van een van de kamers door de brandweer naar buiten gebracht. Een zorgverlener ontdekt achter het raam van een kamer een andere patiënt. Door de ruit te forceren wordt deze persoon gered. Voor drie patiënten komt hulp te laat. Twee patiënten overlijden ter plaatse. Een derde patiënt bezwijkt enkele dagen later aan zijn verwondingen. Hoe kan het dat de brand bij rivierduinen zo ernstig afliep, ondanks dat de zorginstelling zich had ingespannen voor de veiligheid? De Raad concludeert dat een samenhang van factoren tot deze fatale afloop heeft geleid. Het bestuur van rivierduinen besteedde aandacht aan brandveiligheid en voldeed aan de vereisten in de wet en regelgeving op het gebied van brandveiligheid. Echter, dit was niet voldoende. De patiënten van de afdeling ISO 4 hadden gezien hun psychische of lichamelijke conditie bij de evacuatie hulp van anderen nodig om zichzelf in veiligheid te brengen. Voor het ontruimen van het gebouw was meer tijd nodig dan tijdens dit voorval beschikbaar was. De matras in de kamer waar de brand ontstond was niet brandvertragend uitgevoerd. Uit brandproeven van de onderzoeksraad blijkt dat alleen al de matras kan hebben gezorgd voor de snelle ontwikkeling van de brand. De bedrijfshulpverleners waren beperkt geoefend. Het lukte hen niet om volgens het noodplan de brand te blussen, de deur van de brandruimte te sluiten en de vleugel te ontruimen. De BHV kon de brandweer niet zeggen waar in het pand zich nog patiënten bevonden. De slaapkamerdeuren waren niet zelfsluitend. Hierdoor ontbrak een vangnet voor het niet sluiten van de deur door de BHV. Een gesloten deur zou de brandontwikkeling en de rookverspreiding hebben afgeremd, waardoor er meer tijd zou zijn geweest om te ontruimen. Het bestuur van de instelling is primair verantwoordelijk voor de veiligheid van de patiënten en de medewerkers. Elk van de factoren, het gebouw, de inventaris, de techniek en de BHV-organisatie waren volgens de geldende wetgeving op zich in orde. De onderzoeksraad concludeert dat het voldoen aan wet en regelgeving niet voldoende is. Het is van belang dat de brandveiligheidsmaatregelen zijn afgestemd op de patiënten. Wat kunnen deze patiënten in geval van een calamiteit? Wat kunnen zorgverleners doen? Welke technische voorzieningen zijn aanvullend nodig? En welke eisen stelt dit aan het gebouw waarin patiënten en zorgverleners zich bevinden? Brandveiligheidsbeleid van zorginstellingen moet zijn gebaseerd op realistische scenario's en vergt maatwerk per afdeling of per gebouw.